Waarom ziet ze er zo bang uit? Ik regel dit wel. Nee, alsjeblieft. Hallo. Wij komen uit New York. Sorry voor de schrik, maar niemand deed de deur open, dus... Dus we liepen even om en... Jullie zijn op de goede plek. Ik ben Piper en dit is jullie huis voor de komende 3 dagen. Wow. Wat? Gaan jullie dit verbieden? Gooien jullie 4 arme kinderen zomaar op straat? Piper, kom op. Dat is niet wat we bedoelen. We willen niet vervelend zijn. Maar in de afspraak staat, slechts 1 bewoner van het huis, Piper Hart, is aanwezig tijdens de huurperiode. Ja, dat klopt. Luister, meiden. Mijn man en ik gaan wel naar een hotel. Maar we zouden het fijn vinden als iemand die wat ouder is, zoals onze zoon, hier bij Piper en jullie blijft. Oh, okay, ja, ik snap het. Duidelijk, maar dat is niet acceptabel, maar dan gaan we absoluut want we niet moeten mee ons akkoord. Kunnen focussen op ons werk. Hé, hey, wat gebeurt er? Heeft het. Dit is uw zoon. Hm? Ja. We hebben ons bedacht. We hebben het overwogen. Uw zoon mag blijven. Het is beter dat hij blijft. Het moet gewoon gebeuren. Een heel slecht voorbeeld voor onze boekenkastvriendjes aan die kant. Dus misschien wel heel... Ik heb Henry's lipbalsem. Geef dat ding nu meteen hier. Zullen we hem proberen? Dat denk je zelf. Natuurlijk proberen we hem. Kom op, hij is niet alleen voor jou. Hier, pak hem. Ja, ja. Dat is goed, hè? Oké, laat mij nog even. Hé, hey, we zijn er. Zo lang weg. Ja, we begonnen ons zorgen te maken, hoor. Ja, ik was maar een kwartiertje weg, hoor. Dus. 15 lange minuten. Ja, schat. Oké, mensen. Nog een tas vol Chinezen hier. Oh, ja. Ja. Fijne Chinezen. We moesten ons van jullie toch focussen op werk hier? Ja, maar we kunnen Chinees eten en tegelijkertijd een nieuwe game bedenken. Waarom niet? Goed land. Ja, dat moet lukken. Nieuwe game? Ja, wij maken videogames. We hebben ons eigen bedrijfje. Gameshakers. Super succesvol. Gameshakers. Wacht, heeft Gameshakers niet ook Skywheel gemaakt? Oh, ja. Inderdaad. Wat, hou op. Oké. Nee, ik bedoel, ik ben dol op die game. Wanneer... Moment, mijn baas. Mijn baas? Oeh, hij heeft een bijtje. Een werkende man. Hey, kun jij misschien even praten met je maffe vriend? Ik ben niet maf, ik ben nu een ouder. En hoe ouder, hoe maffer. Ha, woordgrap, jij verliest. Hoi. Wat is het probleem? Jasper wil nu dat ik hem ouderschapsverlof geef. Ik heb een zoon, zijn naam is Barfield en ik heb hem in een struik gevonden. En daarover zegt de wet... Wanneer een persoon ouder van een kind wordt, heeft die ouder recht op 3 maanden betaalde vakantie, zodat hij of zij extra tijd heeft voor de zorg voor zijn of haar nieuwe kind. Maar ik heb net geen vader! Als niemand mijn kind voor morgenavond opeist, ben ik dat wel. En volgens de wet heb ik recht op ouderschapsverlof. Ik heb... Hij wil vergeten hier! Oh, wie dit? Oh, mensen, schiet te kort om een vader te zijn.